We staan hier op het evenemententerrein vandaag van het G-voetbal op Amarant. Prachtig evenement waar ook de verbinding tussen het evenement en de samenleving wordt gelegd om het G-voetbal en de G-sport, de sport voor gehandicapten, onder de aandacht te brengen en ook uitoefenen hier met deelnemers uit heel het land. Het is een prachtig evenement waarin we ook promoten dat het goed is dat iedereen erbij hoort en ook mensen met een beperking de kans krijgen om te sporten. Ik ben echt liefhebber van dit soort evenementen die de inhoud verbinden aan een prachtige festiviteit voor heel veel mensen. Hetzelfde geldt voor Festival Mondial volgende week. Volgende week vrijdag start het met een picknick. Waar ook heel veel mensen die met een minimuminkomen welkom zijn om ook het festival te vieren. Die mensen hebben overigens ook de mogelijkheid om via de meedoenregeling voor 8 euro een kaartje voor het hele weekend te bemachtigen. En ook daar wordt de inhoud van mondiale bewustwording verbonden aan een prachtig evenement met fantastische muziek. En dan tenslotte 5 juli. Is er de theeparade. Theeparade is ook zo'n evenement waar we de multiculturele samenleving met elkaar vieren. Waar we vieren dat we verschillend zijn, maar allemaal Tilburger. En dat we trots zijn op de verschillende culturen die Tilburg in zich draagt. En dan vooral dat we dat met elkaar op een hele mooie, positieve manier kunnen delen. Of je nou moslim, homo, joods, Tilburger bent, iedereen doet mee. Zo hoort het. Dat is ook voor vandaag het motto. Iedereen doet mee. Ook als je beperking hebt, kun je sporten en kampioen worden.